Hallo allemaal, ik ben Otto Oeme. In dit filmpje een unboxing en installatie van HP Inkjet cartridges of inkpatronen. Mijn zwart inkpatroon was helemaal leeg en ik heb bij Printabout een 4 kleuren voordeelbundel gekocht. Rond 15 uur via de Printabout website online besteld, geleverd de volgende dag om 12 uur en dat op een zaterdag. Ik heb nieuwe cartridges gekocht bij Printabout voor mijn HP OfficeJet Pro 8715. Ik ga die eruit halen en daarna ga ik die installeren in de printer. Kijk wat erin zit. Zit er zo in. Dit is het doosje. Cartridge cyaan. Cartridge zwart. Het is een XL. Het zijn allemaal XL'en. Magenta. En yellow. Die gaan we installeren. Oké, de printer is leeg, cartridges leeg, druk daarop en hier staat lege cartridges moeten vervangen worden. En het is vooral de zwarte die helemaal leeg is. Ik doe de printer open, het is een HP OfficeJet Pro 8715, maar dit werkt voor de meeste HP printers. Met inkt cartridges. Hier ziet u de cartridges, zwart, yellow, magenta en cyaan. Hoe krijg je die daar nu uit? Je drukt daarop, zwarte eruit, gele eruit, magenta eruit, cyaan eruit. We nemen de nieuwe, eerst cyaan. Vol. Zit erin. Magenta. Yellow. Geel. En de zwarte. Alles zit er mooi in. We gaan de klep terug dicht doen. Hier staat nog altijd cartridges leeg. Ik ga dat verbergen. Cartridges worden gecontroleerd. Hij zegt dat het originele HP cartridges zijn. Dat is juist. Ik klik op oké. Dan wordt een beetje lawaai. Dit is normaal. En nu is de printer klaar. Ik ga iets proberen af te drukken. Dus je ziet, hij print weer. Zwart werkt dus weer. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je op mijn kanaal, zet ook het belletje aan, deel dit filmpje met je vrienden en zet ook een commentaartje onder dit filmpje. Dag!